Peter is nog steeds afwezig en dat zorgt er eigenlijk voor dat we Gamers in het Gier met wat andere personen opnemen. Dat is Marcel, die je kan kennen van het e-sports nieuws. Yes! Yay, onze nieuwe correspondent. We dachten, hij zit in de e-sports. Hij is bezig met dingen met dat nieuwe hip and happening ding wat het internet heet. En wat hier voor ons staat, het ziet er misschien uit als een of ander ruimteschip uit Halo. Ja, of een soort spin of zo. Het is ook een soort van, inderdaad, het is een soort techno-spin of zo. Het zou uit een hele toffe Chesto-clip of zo kunnen komen, ik weet het niet. Maar het is de Asus RT AC 5300. Nou, ja. Het rolt enorm lekker van de bek, maar wat is het nou eigenlijk? Nou, wat het is gewoon een router. En, nou ja, klaar. Ja, maar zo ziet het er. Je weet het ook altijd, uit. Hoeveel krijgt hij? Ja, nee, ja. Het is een router, maar ik ben heel blij dat je mij dit hebt laten testen. Want als ik ergens last van heb, dan ben ik net met League of Legends bezig. Zit ik in mijn ranking promoties en dan valt mijn internet uit. Ja. Je zo vaak of je speelt ook echt op wifi? Of ja, ik heb een laptop. Ik doe alles op wifi. Ja, slecht eigenlijk. Ga ik een kabel trekken, kom nou. Zo anno 2002 ook inmiddels. Maar oké, het is een router en het werkt goed, het werkt sneller, want het is praktisch de duurste router op aarde at the moment, right? Ja, nou zo goed als in ieder geval. Volgens mij is, ik durf de prijs niet op mijn hoofd te zeggen, het is in ieder geval een flink bedrag. Maar wat je er ook voor krijgt, 450 volgens mij. 450, oké. En wat krijg je er dan voor? Momenteel dus echt een van de betere routers ter wereld, zoals je zelf al zei. Wat het fijne is aan het ding, is dat je hem kan instellen... Zoals je zelf wil. Ja. Waar moeten we dan aan denken? Want het is, je sluit hem aan op je netwerk, je kunt hem bekabeld gebruiken, je kunt hem met wifi gebruiken. Ja, er zit ook bepaalde software bij die je dan mee kan installeren. Dan kun je eigenlijk aangeven van, ik wil hem graag, als je heel veel doet gamen, zoals mij, en je broertje of zusje die popt in één keer Netflix aan of een stream, dan kan heel je verbinding wegvallen. Ja. Oké, maar dat kan hij dus voorkomen? Ja, dat kan hij voorkomen en hij kan ervoor zorgen dat de internetdistributie een stuk beter gaat, beter verloopt. Oké. Dus eigenlijk, tegenwoordig, toen ik nog bij mijn ouders woonde, toen viel het nog wel mee qua computers. Maar tegenwoordig zit de wasmachine heeft wifi, de koptelefoon heeft wifi, temperatuurregelingen wifi. Ik wou net zeggen, je thermostaat heeft tegenwoordig wifi. Alles zit op het internet. Ja, dus. En alles gebruikt ook, maakt die breedband zoveel kleiner. Ja. En met dit ding kun je alles perfect reguleren, zodat jij nooit meer last hebt van die gemiste game, zeg maar. Die promoties die je dan net niet maakt. Ja, hij is echt gemaakt voor multiple streaming en voor het echt hardcore gamen wat snel gaat. Maar ja, ik geloof ook, hij kan tot 4 mensen kan hij perfect laten streamen. Tot 4 apparaten die gaan dan goed, mits je provider het ondersteunt. En dan heb je weer iets met tri-band boven dual-band. Het is echt een van de betere dingen. Maar wat krijg je dan allemaal nog extra op? Want ik zie USB-poorten zitten bijvoorbeeld. Dat is ook, zie je ook niet altijd op nee, de routers. Er zit een cloud systeem op, waarmee je een USB-poortje erin kan doen. En dan kun je hem gebruiken als opslag. Stel je doet heel veel gamen met vrienden, zoals mij. Mm-hmm. Die komen dan met z'n allen langs. En dan kun jij zeggen van, ik heb mijn spuitje op mijn USB-stick gezet. Ah ja. Ja, of je hebt één iemand die downloadt alle films in het huis. Die klikt gewoon een externe harde schijf aan met alle films erop. En dan precies. Kan iedereen streamen of zo. Trouwens, illegale download doe het niet en zo. Zijn er download? Ik dacht dus, download vanuit paté.nl. Ja, dat bedoel ik. Compleet legaal. Ja. Disclaimer van Gamersnet. Hou je downloads legaal of zo. Maar wat hebben we allemaal extra nog eigenlijk? Want het is een router. Ik vind het moeilijk om dat te bespreken. We kregen dit opgestuurd van Asus. Het is echt een van de duurste dingen. En ik zou mijn god niet weten hoe je nou test of dit het waard is eigenlijk. Het is echt een beest. Nou, ik heb hem thuis voor je uitgetest. Oké, thanks. En ik kan je vertellen, ik heb hem nooit zo lekker gegamed en daarnaast de stream gekeken. Hij flikt het dus wel echt. Het is echt het enige nadeel wat ik had aan het ding is dat hij behoorlijk groot is. We hebben gelukkig een flinke tv-kast waar die op kan staan, want laten we eerlijk zijn, dit ding ga je niet in de meterkast zetten. Nee, 1, het past niet en 2, ik denk dat het zonde is voor het bereik en voor hoe die eruit ziet. Ziet er veel te cool uit. Ik kan me best wel voorstellen, het is echt een soort wazige spin of een fucking spaceship. Het is in ieder geval, je weet in ieder geval zeker waar ik in huis zit dat je bijna altijd bereik hebt met dit ding. Tenzij die doorgewapend beton in moet, maar daar heeft iedereen volgens mij een beetje last van. Nee, elke router heeft er last van. Maar sowieso, het wifi-bereik gaat toch ook heel ver of zo? Ik las iets met 500 vierkante meter bereik.
Dus dat is gewoon een halve kilometer rondom je huis zou je eigenlijk nog wifi moeten hebben. Weet jij dat ook? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, oké, ja, het is altijd... Ik heb gewoon een klein kamertje, zeg maar, 30 vierkante meter. En je durft ook niet naar buiten, want het is een ruige neighborhood. Ik zit 3 hoog. Als ik naar buiten ga, dan val ik naar beneden. Oh, ik dacht je zit in Woensel West of zo, waar je niet naar buiten kan om je wifi te checken, want dan snet zie je je mobiel als je uit je Centrum Eindhoven, Centrum Eindhoven. Ah, oké, dat is beter. Maar nee, halverwege Groningen ga je niet halen vanuit mij, maar ik kan me haast niet voorstellen dat je hiermee geen goed bereik hebt. Nee, ja, het heeft 8 fucking antennes, mensen. Dus ja. dat moet op zich ook wel ergens de vrucht afwerken. Welke kant ook. In ieder geval, ik denk concluderend, als jij een slechte verbinding hebt en je wil echt ervoor zorgen dat het sowieso niet aan je router ligt of aan je modem, dan zou dit dus het beste ding moeten zijn ter wereld. Dit is de crème de la crème onder de routers. Ja, en als zo ziet hij er ook uit. Ja, inderdaad. Zo ziet het er gelukkig ook uit, ja. Als je echt inderdaad heel veel issues hebt met je router en je provider werkt allemaal niet mee en je krijgt in de compagnie crappy opgestuurd dingetjes. Ja, of je veegt je billen af met echt briefjes van 100, dan is dit sowieso de juiste keuze. Dit is de oplossing. 450 euro, ja, je moet het ervoor over hebben, maar dan heb je dus wel echt een van de lijpste dingen om op te gamen, met je hele familie te streamen. Je hebt een eigen cloud storage. Oh, en de encryptie is ook best wel goed, toch? Dat klopt, hij is echt super goed beveiligd. Zit de beveiligingssoftware op die er eigenlijk voor zorgt dat ze gewoon niet kunnen inbreken op jouw netwerk. Nou, wat op zich voor mij heel erg handig is, want je woont midden in de stad en er hoeft er maar eentje tussen zitten en die zegt dan van hey ik snatch even je wifi, doei. Precies. Nee, oké, dat is dan wel een goeie. Dus ook je bankgegevens die kun je razendsnel doorsturen zonder dat iemand anders die even uit de lucht plukt. Helemaal handig. Precies. De dus... Asus RT AC 5300. Minpunt zijn de grootte en de naam. Serieus, Asus. Bedenk eens even gewoon een coole naam die gewoon wel lekker van je back-up voelt. Maar... Verder is het echt een topding. Oppassen, want je kan nou niet meer zeggen van ja, ik had lagspike, was mijn schildpakken. Nee, lach niet aan mij, lach aan het internet. Dat kun je niet meer zeggen. Dat kun je niet meer zeggen met dit ding. Tenzij je dezelfde provider hebt als ik. Hai. Ik denk, ik wil niet Ziggo noemen. Nee, ik had het goed.